Mevrouw van der Sloot, die is nu ziek. Dus de heer Hollander die gaat voor de VVD iets inbrengen. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Met de bijdrage van Van der Sloot dus is er toch een beetje bij. Vorige week is vooral gesproken over de beeldvorming, over dit stuk. En dat is wat de VVD betreft belangrijk om te benadrukken dat het gaat om een aanpak waarvoor de basis eigenlijk al jaren geleden is gelegd. Nou, uitgebreid en zorgvuldig besproken is hij tot stand gekomen. Dat vergde bestuurlijke moed, ambtelijk vernuft en wat dat betreft ook voldoende vertrouwen vanuit de Raad die er ook zorgvuldig was. Een breed gedragen aanpak in de Raad, nogmaals bevestigd in de motie eind vorig jaar die bijna door de hele Raad werd gesteund. Wat de VVD betreft is de tijd dat we problemen niet benoemen voorbij. Discussiëren we niet langer over beeldvorming en gaan we voortvarend verder op de gekozen lijn. Dan de andere vragen over de beeldvorming. Ik ben het volstrekt met u eens. Wij hebben absoluut geen verkeerde beeldvorming bedoeld. Voor zover het zo is, heb ik daar vorige keer ook van gezegd. Nog los van dat we niet de intentie hadden, maar net als u zegt, we moeten beleid voeren. Dat doen we niet met oogkleppen voor. Dat doen we voor iedereen die problemen heeft, of het nou een wijk is of een groep. En dan kijken we, zijn er specifieke omstandigheden? Want dan moet je daar rekening mee houden in je beleid. Nou, dat is echt mijn lijn. Heb ik ook, denk ik, inmiddels in toch vele interviews verder ook toegelicht. Dus ik hoop dat we die misverstanden over die nota nu achter ons kunnen laten. En in de aanloop naar en na de conferentie eind maart weer gewoon, zoals u zelf ook zegt, de heer Hollander, vooral ons richten op het beleid. Er wordt in het beleidstuk ook praat over de aanpak van criminaliteit die gerelateerd is aan de Antilliaanse gemeenschap. Dit beleid steunen wij ook. Wij zorgen dat de repressieve maatregelen die vastgesteld worden noodzakelijk binnen om criminaliteit in deze gemeente te bestrijden. Maar, let op, des te meer steunen wij ook de preventieve maatregelen die in het stuk ook duidelijk naar voren komen. Dus van harte uw steun voor dit collegebeleid. Dank voor uw steun verder op de overige punten. En over die Antillianen wordt dus echt een hele drukke conferentie eind maart. Overigens, een aantal mensen hebben mij overal over gevraagd hoe dat eigenlijk verder gaat. Want oorspronkelijk dachten we, 30 mensen, de meest betrokkenen. En we gaan dan een beetje beleid ontwikkelen. En dat doen we in beslotenheid, zodat je ook een beetje vrij kunt praten op een andere manier dan als het openbaar is. Nou, ik heb inmiddels het idee dat met 100 mensen moet je geen besloten vergadering houden. We hebben overigens ook niks te verbergen. Maar ik wil wel dat mensen vrijuit kunnen praten. Dat ze niet daar meteen overroeld worden door een journalist met fouten. Of onder elkaar. Dat ze mensen zich niet vrij durven uitspreken. Dus ik heb al een paar journalisten ook gesproken die zeggen, ja, het is best begrijpelijk als we daar bijvoorbeeld de nieuwsportregels doen. Dus dan, je mag alles horen. Maar als daar wordt gezegd, Pietje Puk zegt dit, dan moet je eerst aan Pietje Puk vragen, ik wil dit graag in de krant zetten, vind je dat goed? Als iemand dan zegt nee, dan komt het niet in de krant. En uiteraard geldt dat voor alles naar buiten brengen dan. Hè? Dus in die zin hoop ik een mix te hebben. Maar ik wil pas definitief beslissen als ik van alle betrokkenen hoor dat ze dat ook zo vinden. Want als een aantal belangrijke mensen zeggen, ja, maar kom niet meer, want ik wil het besloten hebben. Ja, dan moet ik een Salomons oordeel verzinnen. Maar ik hoop dat we met die nieuwsportregels een eindje komen. Als het gaat om Antillianenproblematiek, de burgemeester heeft daar een mail over geschreven en daar kunnen wij ons in hoofdlijnen op vinden. Ik zeg in hoofdlijnen, want er was wel een interessante passage in. Namelijk, de burgemeester verdedigt zich min of meer met zeggen van ja, er zijn gemeentes waar ze nog strenger zijn. En dan heb ik zoiets van, dan wil ik wel weten wat voor regels dat dan zijn. Want ik vind het ten eerste raar dat gemeentes verschillende regels hanteren. Want dan krijg je inderdaad zo van, nou, waar kan ik het best doen? En het is in onze beleving in ieder geval zo dat mensen die willen, maar niet kunnen, die mogen rekenen op een zekere compassie van de samenleving. Maar mensen die wel kunnen, maar niet willen, ja, dan vraagt, laten we zeggen, de sociale cohesie en de solidariteit dat je daar tegenop treedt, want anders dan gaat die solidariteit aan het systeem ontvallen. Dan zijn we wel benieuwd van wat doen die andere gemeentes dan wat wij niet doen. En dan wil ik daar graag nadere informatie van u over hebben, burgemeester. Dan het punt van de
De aanpak onder andere van Antilliaanse, maar ook andere groepen zo nodig. Is er andere gemeentes een strenger beleid? In principe niet. Niemand kan een strenger beleid voeren dan een ander. En dat zou ook niet goed zijn, zoals u zelf zegt. Het is wel zo dat om heel andere omstandigheden, Rotterdam met name, een groot huisvestingsprobleem heeft. Dus daar geldt voor iedereen een strenger beleid. Wie zich in Rotterdam wil vestigen, moet echt aantonen dat die binding heeft, economisch of anderszins. Want er is woningmarktkrapte. En dan mag je dus strenger zeggen, bij de binnenkomst, heeft u wel een huis, heeft u wel een economische binding, anders krijgt u gewoon geen huis, want er staan andere mensen al 9 jaar op de wachtlijst. Dat mogen wij niet doen, want bij ons is geen, volgens de normen die daar landelijk voor gelden, geen woningkrapte voor de sociale woningbouw voor deze categorie mensen enzovoort. Dus wij kunnen mensen niet weigeren die zich melden. Of ze nou uit Limburg of Curaçao komen, dat maakt niks uit. Pas als mensen hulp vragen, een uitkering of whatever, dan kunnen we zeggen, iedereen krijgt een uitkering, maar dan geldt inderdaad wat u zei en anderen. Dan hebben we compassie met mensen die iets niet kunnen, maar niet met compassie met mensen die wel iets kunnen, maar niet meedoen. Dus op dat punt kunnen we niet strenger zijn dan we zijn. En uiteraard gaan we op die conferentie wel bespreken wat er nog meer kan. Maar daar kunnen wij dus niet strenger zijn dan Rotterdam. En overigens, dat is een reden, een objectieve reden, dat mensen die zich in Rotterdam willen vestigen, die kunnen daar niet binnen. Nou, dan komen ze bij ons of ergens anders. Dat is niet omdat wij zuigkracht hebben, maar dat is om die reden. Maar daar gaan we vast ook nog terugkomen op 25 maart. Dan uw opmerking over nog slagen maken en preventie.